Ja, we hebben een groep inwoners uitgenodigd. Dat kunnen mensen zijn die vanuit hun beroep met mensen met een beperking te maken hebben. Maar ook mensen die in de WMO-adviesraad zitten. En ook gewone inwoners. Daar zijn wij mee in gesprek gegaan. Van ja, wat betekent het nu als je in dit geval een visuele beperking hebt? Er waren ook een aantal ervaringsdeskundigen bij en die hebben ons verteld van ja, wat zie ik nu nog wel en wat zie ik ook niet? En wat betekent dat voor mij in mijn dagelijks leven? Waar moet ik allemaal rekening houden? Wat zijn de beperkingen die dat met zich meebrengt? We merken zeg maar dat door middel van de expeditie Ribberoute die we bij het museum ook aanbieden, dat het door hetzelfde ervaren hoe het is om slechtziend te zijn, dat je dan meer begrip kweekt, zeg maar. Of meer, dat de mensen meer begrijpen dat als ze iemand met een stok zien lopen of iemand kennen met die een slecht zicht heeft, dat ze begrijpen wat diegene dan ziet of niet ziet eigenlijk. Ja, en wat de obstakels zijn en hoe dat is om daarmee te leven. Met de AR-bril is het mogelijk om verschillende oogaandoeningen te ervaren. In die VR-bril zitten, of AR-bril, sorry, daar zitten wel een aantal verschillende oogaandoeningen in. Waarbij bij sommige mis je de buitenkant juist, weet je wel. Dus dan kijk je door een soort van koker. Dus dan mis je alles wat er om je heen gebeurt, zeg maar. Je ziet alleen in het midden. Bij de andere aandoening mis je juist het centrum en dan zie je juist weer andersom. Dus, en bij staar heb je natuurlijk een beetje een wazig zicht. Dus ja, door middel van die aantal verschillende oogaandoeningen heb je ook verschillende beperkingen, zeg maar. Voor wethouder Erik Weijers is het een hele nieuwe ervaring. Nou, best wel spannend, want je kon uit verschillende programma's kiezen welke beperking je op dat moment zou hebben. En dat was heel confronterend. Je weet niet waar je terechtkomt, je kunt maar heel weinig zien. Je bent afhankelijk van de stok die je bij je hebt. En in sommige gevallen was het ook al erg prettig dat er iemand naast je liep om nog een klein beetje extra informatie te geven.